Welkom allemaal, mijn naam is Nathalie Bouts en ik ga in 3 kwartier een speakers bootcamp geven. Dat betekent dat ik flink wat tips achter elkaar heb. Is er iemand die niet voor de speakers bootcamp komt? Just checking. Just checking, oké. Okay. We zitten na de pauze en volgens mij is dat voor vele sprekers het meest lastige moment. Van, wat doe je nou na de pauze? Want jullie hebben net geluncht, hè? Wie heeft het net geluncht? Zo goed als iedereen, welkom. En wie heeft iets van, van de mensen toch? Zie je het al niet eens in de laatste? Dat hè? Ja, dan wil ik eigenlijk voordat ik begin even iets aan gaan doen. Het is een sprekers bootcamp, dus een bootcamp zit er al een beetje in. Hè? Dat betekent dat je niet achterover gaat zitten, maar ik ga het niet spannend maken voor jullie, maar alleen maar voor mezelf. Welkom, schat. Dus ik wil jullie van harte uitnodigen, voordat ik ga beginnen, even te gaan staan. Dan ga ik jullie een beetje helpen wakker worden. Dat is makkelijk voor het consumeren. Ja, natuurlijk. Ik ga laat. Nee, welkom. Kan iedereen mij zien? Ja. Kan iedereen mij horen? Ja. Wat we eerst gaan doen, is dat we eventjes de hersens gaan wakker kloppen. En dat doe je bij jezelf, dus dat kan nooit te hard of te zacht. Dat is gewoon lekker. Even zo, alsof je regendruk nog op je hoofd hebt. Ja, ik moet het laten filmen. Ik weet het er niet van te En eventjes de gezicht even zo. We worden nu nog met foto's gemaakt. Dat is een heel En geef jezelf even een schouderklopje dat je zo slim bent geweest om überhaupt meer gebruikt te zijn. En maak gelijk even je arm los. Maar ik moet het vader ook even zijn. En doe ook even de andere. En wees gewoon even trots op je bent. Dat dames, ja, dat is alleen erg langs. Want daar ook voorzichtig, want er zit allemaal eten in. Eventjes zachtjes op de rug, voorzichtig. En op de volgende. En als je nou naast de rug iemand staat. Ik doe ook het cabaret.
Ik sta ook in het theater. Ik heb inmiddels een eigen avondvullende theatershow. En bij elkaar opgeteld denk ik dat ik ongeveer 3000 keer voor een groep heb gestaan. En nog had ik zoiets van, waarom heb ik van die gutsende oksels? Waarom heb ik buikpijn? Waarom heb ik vooraf absoluut de neiging om over mijn nek te gaan van de zenuwen? Waarom? Want ik dacht, repetition is the mother of all skill. Toch? Als je maar genoeg ervaring opdoet, dan kan je toch spreken van groep, is toch makkelijk? Dacht ik. Wie heeft er wel eens voor een groep van minimaal 10 mensen gestaan? Wie heeft er nog nooit angst gehad voor een groep? Twee hebben angst. Wie herkent het dat je in welke vorm dan ook zenuwen hebt voordat je of tijdens dat je moet spreken? Oh, ja. Bizar, hè? Dat is toch wat? Wat is dat nou eigenlijk? Want het gekke is, als kind zijnde, kan je goed praten, hè? Zijn hier veel mensen met kinderen? Kinderen praten goed, hè? Dat doen ze voor op alle verjaardagen ook in de meest onhandige momenten. Daar houdt ze als ze 12 zijn weer op, hoor. Dan zeggen ze niks meer. Want dan gebeurt er iets, dus dat is interessant. Ja. Oh, ik vergeet even te melden, heel belangrijk. Deze workshop is op eigen risico. Dat betekent, ik ga jullie een beetje manipuleren. Heel veel dingen die ik doe, die hebben een reden. En een aantal daarvan ga ik ook uitleggen waarom ik dat doe en waarom het werkt en wat de functie daarvan is. Maar het zou kunnen, en dat is dus op eigen risico, dat je dus voortaan niet meer hetzelfde naar sprekers gaat kijken. En dat is dus je eigen schuld, want je zit hier vrijwillig. De deur kan op beide kanten open. Maar het is mijn bedoeling dat je zelf de tools meeneemt, waarvan je denkt, echt waar, is het zo makkelijk? Nou, wat het mij gebracht heeft, is dat ik vorig jaar mijn droom kon laten uitkomen. En het is mijn eigen avondvullende theatershow, dat heb ik nu 2 keer gedaan. En dat durfde ik niet. Maar naast alle... ik ben een begeleider systemisch werk, dus ik doe ook dingen met gevoel en communiceren met onderbewust en dingen. Maar ook dan weer het harde financiële, het commerciële. En ik heb daarnaast ook heel veel sprekersworkshops gevolgd. En daar leerde ik technieken die voor iedereen bruikbaar zijn. En het is een beetje zoiets, nou, kom maar. Ja, even kijken. Op welke plek spreekangst staat van alle angsten die wij kennen hier in Nederland? 1. Nummer 1. Wie denkt op 1? Wie denkt op 2? Wie denkt op 3? Wie denkt op 4? Wie denkt op 5? Het zit een beetje in de eerste 4, hè? Zo 1 is spreken dus. Dat is toch gek, maar spreekangst staat dus op nummer 4. Op nummer, ja, het is bizar. Op nummer 1 staat het overlijden van een naaste. Dat vind ik best erg. Op 2 staat eenzaamheid. Op 3, ben ik even kwijt, maar op 4 staat de spreekangst. Met ziek worden en doodgaan enzovoort. Dus zo eng is het. Maar dat is het dus niet. Want wat is nou het geheim van de aandacht houden? Hoe lang houdt een gemiddelde spreker aandacht? 2 minuten? 2 minuten? Dat iemand een uur moet spreken? 10 à 20. Ik hoor 10 à 20. Hangt van de spreker af. Hangt van de spreker af. Hoe lang heb je gemiddeld aandacht voor een spreker? Weet je zo'n probaal? 7 minuten. 2 seconden. Ja. Oké. Vraag. Hebben jullie tot nu toe aandacht? Ja. Oh, dat is interessant. Hoe lang ben ik bezig? 5 minuten. Oh, dat kan. Ik zit er in de 5 seconden. Wat maakt dat jullie nu aandacht hebben? Interessant. Interactie. Interactie? Misschien. Dat we fris zijn. Dat jullie fris zijn? Nee, je verhaal is ook gewoon to the point. Het verhaal is to the point. Maar wat maakt dat jullie nu... Sorry? Nieuwsgierig naar. En waar ben je nieuwsgierig naar? Nee, ik geef een tips. Jij geeft beloofd ons tips. Waar ben je nieuwsgierig naar? Tips, natuurlijk. Maar waarom heb je nu aandacht? Je hebt wel algemene angsten gevonden
Ik heb een algemene angst gevonden en ik heb een emotie en ik wil je hebben. Oké, maar dat is denk ik de reden dat je hier zit. Misschien een beetje een antwoord dat ik liever zo sta. Dat kan. Maar wat ben ik nu aan het doen? Iedereen heeft een probleem. Nee? Waarom zeg maar een probleem? Zeg het nou maar. Zeg het nou maar gewoon, nou wil ik het weten. Ja. Het is echt bizar. Maar het zit hem in het stellen van vragen. Wist je dat? En dat noemen we connectors. Dat is gek, hè? Maar als ik ga spreken, dan moet toch allemaal informatie de zaal instoppen. Maar wat maakt dat je aandacht hebt? Vragen stellen. Wat maakt dat je bij een vraag altijd aandacht hebt? Dat is wetenschappelijk, denk ik. Betrokkenheid. Conditionering. Oh ja, heel goed. Conditionering, maar ook wetenschap. Neurologisch is het zo dat als ik een vraag stel, wat voor kleur heeft de vloer? Dat iedereen dan even naar de vloer kijkt, ah, volgens mij is het blauw. Het maakt dus niet uit of je het goede antwoord weet, maar je bent serieus als mens niet in staat om niet te willen antwoorden. Dat is eng, hè? En grote sprekers zie je het altijd doen. Die zie je continu vragen stellen. Wat is dit? Hoe zit dat? Hoe jij dit? Ik ben begonnen met vragen, hè? Toch? Heb ik iets gedaan wat niet heeft? Toch? Dat is ook een vraag, hè? Ja, ik ga jullie ook een beetje manipuleren. En de vraag is ook, ik ga dus al die trucjes een beetje doen. En dan ga ik ze uitleggen. Maar als je het door hebt, be gentle. Ja. Want ja, als je dat eenmaal door hebt, denk ik, ja, maar dat doe je die reden ga ik niet. Dus mijn vraag is eigenlijk, vandaag is het een soort van dienblad met snoepjes. Kijk erop, pak ze eraf, eet ze op, geniet ervan, spuug ze weer uit als je niet lekker vindt, neem er nog een paar als je wil. Maar dat is eigenlijk mijn verzoek voor de vraag. Ja, ik heb een vraag, want hoe verklaar je dan het succes van de TED-filmpjes? Die beginnen met vragen, moet je maar eens opletten. Ja, er zit een heel systeem in, die beginnen met vragen. Maar niet naar het publiek. Nee, maar even denken, wat moet ik nu doen? Ik ben mijn tekst kwijt. Hoe zat het ook weer? Wat was het nou? Het zijn vragen. Het zijn van, oh, ze is de tekst kwijt. Oh, wat had ze willen doen dan? Ja, dat weet ik ook niet. Misschien staat het. Dat zijn allemaal vragen. Zover. Dus de grap is, wat er bij TEDx gebeurd is. Ik liep langs de strand en ik zag er allemaal plastic. Ik denk, wat doet de plastic hier? Dat kan toch niet goed zijn? Nou, dan ga je een kennispad graven, ook nog zoiets. Ja, dat is inderdaad niet goed hoor. Ja, en ik dacht, hoe lossen we het op? Waarop dat publiek denkt, ja, hoe lossen we dat op? Ja. Het zijn allemaal vragen. Dus, de gouden tip is, dat is echt de beste tip die ik kan geven naast, vind het leuk wat je doet. Ik vind het leuk. Zorg dat je continu vragend bezig bent. En dat kan dus naar jezelf. Van, weet ik veel wat. Hè? Maar dat kan dus ook naar het publiek. Maar er zit wel een verschil in, dus ik ben heel dankbaar voor de vraag. Wat gebeurt er? Je kan zeg maar dat versterken. En hoe meer connectors ik gebruik, dus hoe meer vragen ik stel, en nu wordt het eng, hè? Nu wordt het een beetje eng, hè? Dan ga je een neurologische baan aanleggen. Dat betekent, hoe vaker ik dat doe, hoe meer jullie verbonden zijn met wat ik vertel. En het gaat zelfs zo ver, daar komen we vandaag nog even niet toe, dat je een hypnotiserende werking daarvan kan maken. Wie van jullie kent Business Bootcamp? Wat gebeurt er op zo'n Business Bootcamp na aflopen als ze zeggen van voor 3000 euro mag je hier tekenen en dan krijg je niks boeiends. Wat gebeurt er dan? Rennen ze naar achteren. Ja, het is dus een bootcamp. Wat er gebeurt is dat er eerst een kennisgat wordt gegraven. De meest interessante onderwerpen die er zijn. Top 3, hoop eens. Nummer 1 interessante onderwerp. Geld. Altijd goed. Nummer 2. Relaties. Relaties. Zeg het nou maar gewoon. Relaties. Seks. Seks. Ja. 3. Status. Seks. Weet je al? Ja, ook seks. Ook seks. Dat is dan de kans met zijn.
iets anders met zijwieltjes? Vlees. Hoor nou bij twee, hoor. Nee, gezondheid. Dus geld, seks, gezondheid. Als je daarover gaat praten, maar ik doe nummer vier trouwens. Als je daarover gaat praten, dan score je, want daar zit een behoefte. Wat er gebeurt, is dat er een kennisgat wordt gegraven. En kennis, wie weet er wat een kennisgat is? Niemand, mooi. Nou, ik begrijp het uitleggen. Een kennisgat wil zeggen, ben jij financieel onafhankelijk? Kan jij die boot kopen waar je altijd van gedroomd hebt? Woon jij op een onbewoond eiland? Heb jij, kan je altijd doen waar je zin in hebt? Nou, dingen die volgens mij niemand hier heeft in die zaal, heb je het wel. Na afloop ben ik er. Ook leren. 2, 2, 3. Maar dat zijn dus dingen waar iedereen behoefte aan heeft. En als je die maar goed op een rijtje krijgt, ja, dan gaan we ja, dat wil jij dat ook? Ja, dat wil ik ook. Ja, ja, ik ook. Ja, ik ook. En dan heb je mensen al in de aandacht. Oké, dan ga je verder met connectors. Nou zijn er, daar kan je dat versterken. Wie heeft er gezien wat ik met die connectors ook deed? Dit. Wat gebeurde er toen ik vroeg wie heeft er wel eens voor minimaal 10 mensen voor een groep gestaan? Wat gebeurde er toen ik zo deed? Geen allemaal. En ik had net verteld dat alles een reden heeft, hè? Dus waarom doe ik dat? Ik heb al een vraag gesteld. Waarom moet ik dan ook nog... Beweging trekt aandacht. Dat vind ik ook wel mooi. Ja, dat komt uit NLP. Ik ben ook NLP practitioner, dus daar zitten ook hele leuke trucs in. Spiegelen wil zeggen dat je de beweging van de ander gaat nadoen. En dat moet je nooit doen als je zelf... Dat moet je ook doen als je zelf aan het woord bent. Maar dat heeft het zijn. Zelf was? Als je zelf aan het woord bent. Dus als jij... Als ik jou niet na ga doen zonder dat ik praat, wordt het iets heel engs en heel geks. Dan vind je mij echt een freak. Maar als ik aan het praten ben, ik doe zo en ik ga jou een beetje nadoen, dan hebben wij een dichter, een beter contact. Ik voel het nu al. Ja. Oké, maar waarom is deze? Waarom die hand? Wat gebeurt er dan? Ankers. Ankers? De volgende keer dat jij het doet, krijg je hetzelfde gevoel. Ja, dat is het gevolg ook. Je zet een anker. Ik ga even helpen. Wat dit doet, is dat ik ook nog eens, een beweging laat maken. Als ik dit een hele dag doe, en trust me on this one, dan gaan jullie te pas en te onpas dit doen. Dan kan het zelfs zo zijn, dat als je vergeten bent je telefoon uit te zetten en hij gaat af, dat je denkt, wat? En ik stel een vraag, dan doe je zo. Echt waar. Wat heeft dat voor gevolg? Interessant, want dat doe je niet voor niks. Het is niet omdat ik jullie een beetje wil laten bewegen. Het is goed voor je. Je blijft ervan wakker, je gaat ankeren, spiegelen. Maar met die vragen, wat was er ook weer met die vragen? Wat gebeurt er als ik vragen stel? Dan wil je autistische baan. Neurologische baan. Je legt een neurologische. Ja, je legt neurologisch een baantje aan. Wat gebeurt er als ik deze erbij doe? Dan wordt die sterker. Wat er dan gebeurt, is dat jullie helemaal echt. Wat ga je nu doen? Dat is wat er gebeurt. Dan hoef je dus nog niks verteld te hebben van de informatie die je zo graag wilt delen. Hoef je nog helemaal niks te doen, maar heb je al aandacht? Dat is het enige wat je wilt, hoor. Ik had nog een vraag gesteld over aandacht. Hoe lang is de gemiddelde aandachtscurve in het begin? 10 minuten. 10 minuten, ja. Je zit inderdaad op 12 minuten. Dat is bizar, hè? We gaan straks even kijken of jullie het aan. Ik wil jullie het volgende even vragen. Vorm tweetallen en als het klassiek wordt drietallen. En ik wil jullie vragen om met elkaar een aantal connectors te maken die in iedere keer als je gaat spreken bij een willekeurig onderwerp, dus of het nou wetenschappelijk is of een bruiloft, met elkaar te gaan te overleggen wat dan die connectors zijn. Dus benoem met elkaar een paar vragen. Dus bijvoorbeeld toch. Dat is een vraag, dat is een connector. Dus maak even tweetallen en even een paar minuutjes even vragen. En ik weet straks een aantal
precies. Dat je nooit hoeft te schreeuwen, herrie maken of moeilijk hoeft te doen, dan is iedereen gewoon stil. Dus dat is een hele mooie, vriendelijk om te gebruiken om zelf stil te kijken. Het voordeel is dat je niet stil bent. Het is dat. Twee boxers mogen komen. Het is heel 2014. Even een vraagje. Hoe was dit? Wie wil even een reactie geven? Gezellig. Dat moeten we hebben. Dat is goed. Wie wil er even een paar connectors noemen? Stel je voor. Sorry? Stel je voor. Stel je voor. Ja, nog meer. Nog meer? Moeten we er even niet, vinden jullie ook niet dat? Vinden jullie ook niet dat? Heb je dat ook? Heb je dat ook? Ja. Is dat echt zo? Wie heeft dat heen? Is dat echt zo? Wie heeft dat niet? Ken je ook iemand die? Ken je ook iemand die? Ken je ook iemand die? En jij? En jij? Het zijn open connectors, noem ik dat. Je hebt ook een soort van gesloten connectors. En dat is de wie-vraag. Wie heeft een aantal wie-vragen toevallig? Wie heeft er ooit of nog nooit? Dus wie heeft er ooit of wie heeft er nog nooit? Ja, wie heeft er ooit voor een vroeg staan? Dus de wie heeft ooit, wie heeft er nog nooit? Die doet het heel goed. Waarom? Omdat die gesloten is en het is ja of nee, zwart of wit. Wie heeft er vandaag een rotietje gedaan? Dan krijg ik één hand omhoog. In deze zaal. Als ik vraag wie heeft er ooit voor een groep gestaan van minimaal 10 mensen, beginnen al jullie handen omhoog. Waarom doe ik dat? Dan krijg ik zoveel mogelijk handen. Dus krijg ik zoveel mogelijk met zoveel mogelijk mensen contact. Maar is dat dan ook de vraag, de 10 is zeg maar het aantal omdat je weet van nou iedereen heeft wel eens voor meer dan 10 mensen gestaan? Dus ik kan ook zeggen, wie van jullie is man? Dat is een beetje flauw verhaal. Wie van jullie is er in Nederland geboren? Wie van jullie is er in het buitenland geboren? En wie van jullie gaat sowieso zijn hand niet opsteken? Ja. Heb je ze allemaal? Heb je lachen? Zo makkelijk is het. Dan heb je dus met iedereen even dat neurologische lijntje gelegd. Maar met een hand erbij. Hoe vaker je dit doet, moet je niet te vaak doen, want echt, dan gaat het een beetje zuiveren. Maar als je dat een aantal keer doet, vinden mensen helemaal niet erg. Maar let maar op bij een volgende spreker. Ah, ja, dat is echt interessant. Oké. Ik heb even een andere vraag. Ja. Voordat je op het podium staat, of op het moment dat je op het podium moet gaan staan, heb je zoiets van, hel, ja, hier ben ik. Hoe
ga ik zoiets doen. Dus opkomen is eng, hè? Opkomen is eng, hè? Heb je niet hoeven doen, hè? Maar ik ga het zo nog eventjes door. Dankjewel voor je vraag. Even een vraag aan jullie. Wie heeft er gezien waar ik heb gestaan tijdens jullie overleg? Brenger? Ja. Wie heeft het nog meer gezien? Hij heeft het gezien. Ik zie ongeveer 8 vingers. Wie heeft het echt niet gezien voordat ik waar ik stond? Interessant, hè? En dan even serieus vraag. Wie heeft er het idee, het gevoel, daar gaat het om, dat je tot nu toe de hele tijd van begin tot eind aandacht hebt gehad? Voor mij, voor de spreek was het niet. Oh. Okay. Die tonen, hè? Die hebben altijd een andere schuld. Jij hebt het. Wat ik zojuist gedaan heb, heeft ook een naam, heeft ook een reden. Wat ik net gedaan heb door jullie aan het werk te zetten, is een disconnector. Wat is een disconnector? Een loskoppelaar. Een loskoppelaar. Waarom doe ik dat? Ik wil toch aandacht? Vind ik leuk. Ja, waarschijnlijk om weer straks een nieuwe fase van de aandacht in te luiden, waarbij je weer 12 minuten aandacht krijgt. Dat was precies 12 minuten. Ja? Ja, dus waarom doe ik dat? Dan krijg je verschillende soorten aandachtscurves. Dus dat betekent, ik stel nu vragen, oh, daar ga je over nadenken. En wat er gebeurt als ik zeg van nou, ga nu maar even met elkaar. Oh, leuk! Oh, ik zit er bij jou. Oh, mag ik over mezelf vertellen? Die zit er ook in. Wie, even gewoon voor de test, doen we even omgekeerd, want anders gaan we blijven handelen. Wie vindt het echt verschrikkelijk om over zichzelf te vertellen? Wie doet het liever nooit? Ik trek hier conclusies. Die mag dat, ik sta hier. Dus iedereen vindt het fijn om iets over zichzelf te vertellen. Die stop je er dus ook in. Dus een disconnector wil zeggen, en wat jij aangeeft, even eruit. Hoeven jullie niet naar mijn hoofd te kijken of te luisteren, dan is het even andere energie. Plus, je mag over jezelf gaan vertellen. En dat vinden mensen leuk. En als je dat er niet bij vertelt, dan gaat ze zeggen, oh, dat is echt een leuke workshop. Echt veel geleerd. Maar ja, nou, meer dan ik. Maar je hoeft helemaal niet zoveel interessante informatie erin te stoppen. Mensen moeten het nou leuk hebben. Nou, helemaal niks. Die willen het graag leuk hebben. Is het leuk tot nu toe? Ja. Dus we hebben connectors en disconnectors. Wat is de tijd? Hoeveel hebben we nog? Half drie. Oh, leuk. Eng, hè? Opkomen. Ja. Is er ook een, hè? Ja. Als je dit op een gegeven moment gaat doen, hey, als je dat mee gaat doen, is ook weer een connector, hè? Als je je hoofd gaat bewegen, krijg je ze helemaal mee. Oké, opkomen. Ik heb vanuit het theater een aantal trucjes geleerd. En ik wil jullie het volgende vragen. Ik ga daar op 3 verschillende manieren opkomen. Ik probeer zoveel mogelijk hetzelfde te houden. 1 ding verschillend. En ik ga jullie straks vragen, wat was het fijnst? Manier 1, 2 of manier 3? Zijn jullie er klaar voor? Ja! Lekker makkelijk, hè? Niks doen. Komt jij. Meneer. Hoe ervaar je dat? Afstand. Afstand? Nog wat meer?
Zeker. Ja? Dit is niet tof, hè? Heb je nu het vertrouwen dat ik echt hele gave dingen ga vertellen? Ik sta alleen maar, hè? Ik doe niks anders. Als je hier gaat staan, dan zeg je eigenlijk, ik vind het eng. Als je het eng vindt, en je gaat hier staan, wat gebeurt er dan? Het versterkt elkaar. Dus wat moet je doen als je het eng vindt? Hoe is dit? Doe niks anders, hè? Merk je het? Gaaf, hè? En dat heb je dus ook als je hier staat. Ik voel, ik ervaar dit ook als, nee, ik zou het wel weten. Nou, dit is misschien wat minder. Hoe is dit? Ja, hè? Dat is het ook echt. Waarom is dat zo? Dit is eigenlijk een soort orkestbak. Die komt uit het theater. Maakt dus niet uit of je op een platte vloer staat of in het theater. Dit is de orkestbak. Hiermee zeg je, kom dan. Ja. En jullie zijn niet geïntimideerd door mij. Dus jullie vinden het oké. Okay. Dus jullie hebben een keer, nou inderdaad, kom dan. Ja. Mij nou uit. Ga je op schoot zitten, joh, maakt uit. Dus dat is wat ik denk jullie. Jullie staan gewoon, maakt jullie helemaal niks uit. Dus dat... By far het best. Ja. Misschien wat ook een verder weg staan. Maar je kent mij al. Ja. 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 In de eerste versie keek je vrij van iemand aan. Ja. In de tweede versie keek je ja, ik heb geprobeerd een beetje hetzelfde. In de derde koos je mensen uit. Ja. En bij die derde keek je ook vanaf het begin af aan keek je de zaal in. Ja, dat vind je daar op niet. Ja, ik ben natuurlijk zo, het zit er zo in, dus ik vind het moeilijk. Maar ik ga hem even uitleggen. Ik heb een vraag te stellen. Ja, sorry, Erwin, even zo'n vraag. Wat is verkeerd dan als het publiek je gelijk onderschat? Dan heb je een hoop te winnen. Er is niks verkeerd aan, maar het publiek ervaart het niet als fijn. En ik ga voor fijn en aandacht. Dat geeft het niet. Het publiek hoeft het ook niet meteen als fijn te ervaren. Is wel mijn missie dat ik vind, nou ja, ik wil eigenlijk dat jij het fijn hebt op het podium. Dus wat ik doe is dat ik je leer, althans dat ik tips geef, ik geef workshops en zo, dat ik je leer om, dat jij je altijd, als je het ook kwijt bent, dat je weet wat je moet doen. En dat is op zijn minst op deze plek gaan staan, en daar hebben we nog 1000 tips. Maar dit is een veilige plek, dus als je het helemaal kwijt bent, nou, dat ga ik ook weer, dan gebeurt eerst dit, want je bent het kwijt, dat is eng, want je wil naar achter. En dan gebeurt er ook, ja. Oh ja, ik wou een voorbeeld gaan geven. En dan ga je weer verder, maar dan sta je daar al. Dus het is een veilige plek. That's it. Ja? Ik ga nog even... Moet die nu? Nou, ik heb een vraag. Ik geef veel workshops, Tai Chi workshops, en dan zijn er geen stoelen. Mm-hmm. En de mensen komen soms ook later binnen, dus dan bepaal ik niet alleen zeg maar, hoe de verhouding is. Het is meer een... Oh, maar dat is een kwestie van je plek vinden. Want als je, nu je dit weet, dat er een orkestbak is, ga jij vanzelf van, oh, wat is er nou? Oh, wacht even. Oh ja, oké. Okay. En als mensen dan hier erbij komen omdat het vol is, zou je, want nu je het weet, gaat het door je systeem. Want even gewoon voor test, wat is dit? Kracht van herhaling. Ja, dit is gewoon. Dus als jij hier staat en je denkt, er is iets, dan weet jij al van, oh wacht even, dat ik hier ga staan. Dus dat gaat je helpen. Okay. Terugkomen tot het kijken. Er zijn, alleen het opkomen kan ik ook wel een uur praten. Sowieso, kom je van links op of kom je van rechts op? Hè, maakt dat uit? Ja. Afvraag dus, iemand? Ja. Maakt dat uit? Oh, wat een goede vraag. Ja, ja, dat maakt uit. Hoe is dit? Ik ga het gewoon even proberen. Even zonder... Links. Rechts. Klein verschil, maar er zit een verschil. Maakt niet veel uit. Links. Ik kom meestal van rechts. Ja. Links. Wie vond links fijner? Wie vond rechts fijner? Minder vingers. Waarom is van links fijner? Want links is fijner. Waarom is dat? Van links. Zo lezen, man. Wie zei dat? Ja, ik ga. Lezen. Ja. Je leest van links naar rechts. Je rechts. Dus op het moment dat jij hier opkomt, hebben mensen hier tijd om aan je te wennen. Het begint namelijk al daar. Hoe doen Chinezen? Wat doen mensen als ze opkomen? Oh, ik moet zo praten. Even kijken, waar moet hier zijn?
je er ineens. Dat is voor mij eng, maar was voor jullie ook niet fijn, hè? Het begint hier. Hier begint je iets anders. Hoe kijk je nou? Kijk je zo? Kijk je handig. Kijk je zo? Hoe kijk je nou? Neutraal. Ja, wat deed ik in de keren dat het wat fijner was? Ik keek iedereen aan. Ik keek iedereen aan. Hoe keek ik iedereen aan? Door langs te scannen. En hoe scan ik langs? Geïnteresseerd. Oké, ik ga twee manieren van scannen. Manier 1. Manier 2. Wie vond manier 1 fijner? Wie vond manier 2 fijner? Ja. Wat is het verschil? De hoofdbeweging. Snelheid. Volgens mij keek je de eerste keer eroverheen. Exact, ik keek de eerste keer eroverheen. Het gekke is dat als ik eenmaal hier ben, dan heeft het achterste publiek heeft de langste tijd of zo om mij te wennen. En de voorkant is al heel geconfronteerd. Als ik jou nu al aankijk, hallo, oh nee, je zit ook op de voorste rij, daar hebben we zo één. Zo kan ik jullie maar echt zo gaan pakken. Oh nee, dat is heel eng. Dat is echt cool. Dus wat ik doe, ik laat jullie zeg maar aan mij wennen, voorkant, door zo te scannen. En dat kan je pop, 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 pop doen. Heel snel, maar niet een heel punt van maken. Maar je begint achter en je gaat naar voren. Oftewel, ben je ver weg, dan pak je ver. Ben je dichtbij, dan pak je dichtbij. Dus dan zijn jullie al aan mij gewend. En ben ik veel toegankelijker, zeg maar. En niet meer zo eng. Als jij kijkt, dan denk jij, oh, want ik heb heel vaak, als ik echt kijk nu in de zaal zit, dan zie ik iemand waar ik en dan krijg je een blackout. Okay. Dus als je iemand ziet die je kent, dan krijg je een blackout. Ja. Ja. Ik kijk niet echt. Het gaat erom dat jij als publiek het gevoel hebt dat ik gekeken heb. Ja. Dat ik jou echt aankijk, ja, dat is helemaal niet interessant. Het gaat erom dat iedereen even zoiets heeft, oh, ze hebben me gezien. Oh, misschien mag ik dat wel wat vertellen. Dat je even gezien bent. Iedereen wil gezien worden. Zou je dan nou zeg maar, als je van nature zou reageren, van natuur moet je oppakken, zou je dan niet automatisch achterpakken? Of dat je zelf ook niet? Nee, nee. Wat er van nature gebeurt, is dit. Oh. Dat is wat er van nature heeft gebeurd bij alle mensen. En dat, dan merkt het hele publiek al van, oh, nou daar gaan we. Want ik sta al, oh, daar gaan we. Dus het hele publiek denkt ook gelijk, oh, daar gaan we. Dus dat wordt gelijk al, oh, als maar blijft staan. Weet je. Staat er al zo'n pasgeboren giraffe die over. Is dat erg dan? Ja. Is dat erg dan? Ja. Dat het publiek dat denkt? Ja, nou, je denkt het niet. De grap is dat je achteraf denkt, ah, ik voel het eigenlijk een beetje, weet je waarom? Dus je weet niet precies waarom, maar je merkt het wel. Het gaat uiteindelijk om de ervaring. Interessant tot nu toe? Hebben we nog tijd? Kwart voor. Drie kwartier is niet mijn ding om het zo kort te doen, want daar kan ik ongeveer 2 dagen over praten. Ik wil je nog eventjes iets laten ervaren. Echt leuk. Mag ik jullie uitnodigen om even op te staan? Oké, even een paar dingetjes met. Ik ga een stukje naar achter, zodat de mensen me achter ook een beetje kunnen zien. Ze weten niet zomaar afstand. Even kijken. Ik wil jullie vragen om even helemaal voorover te hangen. En dan 1 houding te vinden met je mond zo ver mogelijk naar beneden. Hangen. Zo, je mond op zo ver mogelijk naar beneden. Echt helemaal. En dan wil ik je vragen, zonder ook maar 1 spier te bewegen, om even hardop te zeggen, ik ben echt zo gelukkig. Ja, ga maar even staan. Wie voelde zich ook echt gelukkig?
microfoon met handen die niet. Met andere woorden, als ik zo ga staan op het podium, wat doet dat met mij? Nee, niet blij. Niet blij. Wat doet dat met jullie als ik zo ga staan op het podium? Wat een lange zit. Niet blij. Ik hoor dat ik weg mag. Wat ga je doen? Wat gebeurt er als ik blij ga zijn en rechtop ga staan? Ja, hè? Dat is een hoop, hè? Niet dat eigenlijk. Heb ik nog iets leuks? Nee, dat was het eigenlijk wel. Ik doe nog iets over het spel. Ik heb wel een vraag, hoe eindig je? Oh, ik heb wat heel leuk. Ga staan. Even eentje nog, als afsluiter. Je kan me vinden trouwens op sprekersworkshop.nl. Ik doe niks met nieuwsbrieven, dus schrijf je gerust in. Die begrijp je ook wel. Ik wil je als laatste meegeven hoe je, zeg maar, als je in je eentje bent, dat je altijd net even iets beter kan voelen. Dan heb je maar één vinger voor nodig. En met die vinger kijk je dan in de spiegel en dan wijs je ernaar en dan zeg je, jij bent een kanjer. Oefen dat even op elkaar om te kijken hoe dat is. Jij bent een Engels, maar dat kunnen jullie aan. Dat je I.